Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik leer doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Roland de Wolf. Roland heeft daar een internationale carrière op zitten als CEO van onder andere Nexus UK. Zetelt in meerdere raden van bestuur, zoals ecologische groendaken, Keldermans wonen en nog veel meer. Maar bovenal, en dat wekte toch wel mijn interesse, is hij een officieel bemiddelaar en begeleidt hij familiebedrijven naar de nieuwe tijden. Welkom Roland. Dank u wel Stijn, prachtige omgeving. Ja. Ik ga misschien, want we hebben elkaar nog eens live ontmoet voor de Big Crisis, op een evenement over veerkracht. En ik vond dat toen al een heel interessant evenement. En we hebben elkaar teruggevonden via LinkedIn. Een ongelooflijke carrière van 35 jaar achter de boeg. Een schat aan informatie. En we gaan het onder andere hebben over leiderschap, hoe dat jij dat ervaren hebt. Wat dat betekent voor jou, hoe dat jij naar de toekomst kijkt. Hoe dat je de wereld hebt zien evolueren. En waar de uitdagingen van de toekomst liggen. Hoe dat je dat hebt overleefd, of geleefd, of beleefd. Dat is misschien mooier gezegd. En welke lessen dat je hieruit geleerd hebt. Ik ben zeer nieuwsgierig, Roland, naar al die wijsheid dat in jou zit. Want het voorgesprek bracht al heel wat op tafel. Waar is het bij jou allemaal begonnen? Ja, het is uiteraard begonnen in een familiekring. Zoals dikwijls. Mijn vader was ook ondernemer destijds met een familiebedrijf. En dat is al de eerste grote ervaring. Ik heb er een paar jaar gewerkt. Maar het is eigenlijk ook begonnen met mijn culturele exposure destijds. Ik heb de kans gekregen en gehad en genomen om te kunnen studeren in vier verschillende talen, in drie verschillende landen. Dus dat was al een geweldige voorzet naar een evolutie. Niet alleen een carrière, maar een levensevolutie. Dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan een carrière. En ik heb dat dus thuis ook gezien, hè, want er kwamen toch veel klanten thuis, internationale klanten van Japan tot Amerika. Dus ik heb van alles gezien vanuit thuis uit. En dat was eigenlijk de begin en de start van die ervaring. En ik heb ook de kans gehad om enorm veel diversiteit te krijgen en te nemen in mijn carrière, in al die verantwoordelijkheden die ik gehad heb. Dat geeft boost, die kans om verschillende zaken te doen. Zijn die kansen jou... kwamen die gewoon op jouw pad of heb je daar ook iets voor moeten doen? Als ik het misschien een beetje kort door de bocht, maar... Nee, je moet altijd iets doen uiteraard. Je moet die kansen grijpen, je moet inzichten creëren. Maar het is ook mijn ingesteldheid. Ik ben van nature uit heel open... heel transparant en ik laat mij ook bewegen door de omgeving. En dat is heel belangrijk, dat je gaat met de omgeving waarin dat je bent, evolueert. En dat ligt ook in mij, die drang naar evolutie. Trouwens, ik zie de wereld rondom mij ook geweldig evolueren uiteraard. In al die tijden, die jaren en die verschillende soorten bedrijven. Want na de paar jaren in het familiaal bedrijf dat uiteindelijk verkocht werd omwille van familiale omstandigheden, ben ik eigenlijk van groot naar klein gegaan in taille van bedrijf. En dat heeft mij ook een grote ervaring gegeven. Hè. Kleine, middelmatige, ook andere familiebedrijven, maar ook internationale groepen. Dus ik heb van alles meegemaakt, van de markt in België tot de markt internationaal. Je zegt ik heb van die grote naar die kleine bedrijven. Wat onthoud je daaruit in die overstappen? Wat waren daar voor jou echt de leermomenten in? Wel, als je natuurlijk evolueert in een familiale omgeving, maar ook in familiale bedrijven,
zie je de affectio societatis. Je ziet natuurlijk die drang om als familiebedrijf te overleven, ook de attentie voor de medemens, de attentie voor om te leren. Maar je hebt natuurlijk die stuwkracht van die familie. Ja, en je gaat er mee of je gaat er niet mee. Op een bepaald moment moet je meegaan in die richting. In een groter bedrijf word je eigenlijk meer aan je lot overgelaten en je moet zelf enorm veel initiatief nemen om niet overrompeld te worden door een systeem, door een mechanisme dat je kop te boven gaat en waardoor je verpletterd kunt worden. Trouwens, ikzelf, ik heb altijd vrij kunnen beslissen, ga ik hier weg of blijf ik hier? En dat is een kracht. Ik heb altijd, als ik mij niet goed voelde, ofwel met de collega's, medemensen of managers, of als de situatie van het bedrijf niet interessant genoeg was, dan ben ik overgestapt. Dus ik heb die kans altijd gegrepen of de energie gevonden om die overstap te zetten. Waren dat soms moeilijke momenten of beslissingen om te nemen? Ja, want je moet op een bepaald moment uit die gouden kooi geraken. Want uiteraard, men voelt zich misschien financieel goed, maar uiteindelijk evolueer je niet meer en je bent ook verpletterd door een omgeving waar dat je jezelf niet meer kan zijn. En dat is ook een belangrijke, wees jezelf, blijf bij wat echt je purpose geeft. De zingeving van wat dat je doet, maar ook de zingeving van wat dat je kunt brengen in de maatschappij. Of aan de maatschappij, of aan de medemens, of aan in je omgeving, dat is ook belangrijk. En op een bepaald moment is dat niet altijd mogelijk, zeker in grotere omgevingen. Ja, en dan stijgt die frustratie en moet je uit die gouden kooi. Hoe vind jij die balans tussen de vrijheid en echt werkelijk de zingeving, of waarvoor dat jij hier dan bent, als ik het maar zo mag zeggen, en tussen het mee op de golven van het systeem gaan? Wel, ik vind ten eerste wat mijn energie geeft, vind ik de school, ik noem dat dan een school, een bedrijf is een school. Dat is een school voor maatschappelijk welzijn. Dat geeft mij eigenlijk een energie en drijfkracht om vooruit te gaan, want ik vind het bedrijf een uitstekend middel om eigenlijk de maatschappij te doen evolueren, maar ook welzijn te creëren, rijkdom te creëren uiteraard. Maar het is een geweldige school voor niet alleen zelfontwikkeling, maar ook ontwikkeling als medemens, als ontwikkeling voor dialoog. Dat is ook een belangrijke vertegenwoordiger. Hè? Dat is dialoog, omgaan met. Dat is niet alleen zijn achter uw scherm. Dat is leren omgaan met de medemens. Dus een geweldige school voor walking the talk, hè? Zoals men zegt. Dat vind je eigenlijk niet zo dikwijls op andere plaatsen. Dus ik zou zeggen, veel meer inzetten op bedrijven is een belangrijke troef voor de maatschappij. Een ander aspect van een bedrijf is het feit dat ik vind vandaag, en dat is de evolutie in die laatste generatie, dat is dat de samensmelting tussen de burger, de collega, werknemer of werkgever in een bedrijf, of de business in het algemeen en de politici, dat wordt één geheel. Dat is veel meer door elkaar gevlochten dan vroeger. Vroeger waren dat aparte werelden, vandaag niet of veel minder. Maakt het dat moeilijker of gemakkelijker? Dat maakt het moeilijker omdat men het besef heeft dat de maatschappij vandaag is een geheel waar dat je rode touwtjes kunt trekken en je hebt impact op iets, maar de maatschappij is een moeilijk geheel. Dat is minder evident dan vroeger. Vroeger dat waren pijlers en iedereen bleef in zijn toren. Vandaag is dat allemaal gemengd met mensen die ook meer drang hebben naar meer zelferkenning, meer zelfevolutie.
Ook onze grote maatschappelijke problemen van vandaag, of het nu de omgeving is, het milieu, het water, de energierevolutie, dat zijn maatschappelijke problemen die we toch niet alleen kunnen aanpakken. Dus dat zal wel moeten gebeuren buiten die ivoren torens. Ja. En ik denk dat het bedrijf daar ook een geweldige machine is om dat te doen evolueren. Energie, om de energiecrisis. Ik denk dat de bedrijven daar, eens dat die overschakeling gebeurt, gaan de bedrijven daar echt een troef zijn om te doen evolueren. In jouw carrière, Roland, wanneer was voor jou het moment dat je zegt, en nu heb ik hier echt een fantastische change kunnen waarmaken? Iets wat echt wel een switch heeft betekend in het bedrijf en de omgeving daar rond? Wel, ik heb dat kunnen ervaren in verschillende bedrijven. Dat is niet één bedrijf. Ik heb het zowel kunnen ervaren in een familiaal bedrijf van destijds, omdat ik eigenlijk internationale markten heb kunnen aanboren. Ik heb dat trouwens ook gedaan, meerdere keren ook in grote bedrijven. Ik denk aan het laatste grote bedrijf waar ik gewerkt heb in Engeland. Ik heb daar veel zaken kunnen doen evolueren. Ik heb ook, we waren zeer en nog altijd actief in de koppelingen van bijvoorbeeld windmolens. Ik heb daar een tal van nieuwe markten kunnen aanboren, met een team mensen uiteraard. Dat was nieuw, 10 jaar geleden. Hè? Elektrische koppelingen van windmolens aan zee of op land, dat was totaal nieuw. En ik heb daar eigenlijk ver buiten België veel zaken kunnen doen bewegen met een team van mensen. En dat is heel belangrijk wat je zegt daar, dat team van mensen. Wat maakt dat dan een voor jou een succes is geweest? Wat zijn zo de key factors daarin geweest, dat je daar die change hebt kunnen bewerkstelligen? Wel, ik denk dat daar het woord leiderschap natuurlijk belangrijk is. Een leider, dat is ook niet iemand in die voren toren. Dat gebeurt met mensen, uiteraard. Maar je moet inzichten kunnen creëren. Dat doe je ook niet alleen. Hè. Inzichten, je denkt na, maar je wordt gevoed door de collega's. Dus die complexe omgeving leer je inkijken, je creëert inzichten en je deelt die inzichten. Dat is ook belangrijk. Zodanig dat het groter beeld, de big picture, kan op tafel gelegd worden. Ook die dialoog met de verschillende stakeholders is heel belangrijk. Niet alleen de collega's, maar ook de klant of de klant achter de klant. Of de stakeholders van het bedrijf, hè? Die omgeving van het bedrijf. Dus is dat een openheid en een transparantie die je hoog in het vaandel draagt? Ja, zeker. Dat is echt belangrijk, dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Trouwens, de mede-collega's die ervaren dat dan ook, hè? Die transparantie. Heel belangrijk om succes te boeken. Niet alleen voor jezelf, maar voor het bedrijf en je omgeving. Nu, dat is niet altijd gemakkelijk. Waarom? Het is de kreet van transparantie is misschien gemakkelijk op het eerste zicht, maar niet gemakkelijk in de realiteit, omdat je soms moet je toch voorzichtig zijn en je moet delicaat overkomen. Die delicatesse van hoe ga je dat verwoorden als je slechte boodschappen hebt, is ook een belangrijke. Niet altijd is goed nieuws elke dag. Je moet dingen kunnen zeggen, je moet dingen kunnen wijzen en je moet dat ook op een persoonlijk aspect, ook met een directe persoonlijk contact, je moet dat kunnen zeggen, plaatsen. Contextualiseren. Het gaat dan waarschijnlijk ook over empathie en mensen goed kunnen aanvoelen. Is dat iets wat in jou zit of heb je dat ook gaandeweg geleerd met vallen en opstaan? Nee, ik heb dat geleerd, hè, die empathie. Ik moet zeggen, als ik dat terugblik naar die beginjaren, zoals elke jonge afgestudeerde begin je met veel rationalisme.
Ik ben niet de enige in die valkuil gevallen uiteraard. Ja, ik ben begonnen met, ja, de wereld is duidelijk, dat is het rationeel denken en zo zal het wezen. Je leert daarvan, nee, je evolueert en je leert eigenlijk inzien dat het niet evident is omgaan met mensen, dat je mensen moet overtuigen, dat je mensen moet beïnvloeden, dat je moet omgaan met je omgeving, dat je te doen hebt ook met wat ik noem, ja, predatoren. Ik zal het woord ook gebruiken. Dan denk ik aan de alligator in Arizona. Dus je hebt medemensen die het niet altijd zeer positief bekijken en die... En daar had ik in het begin wel moeilijk mee. Hè? Hoe ga je om met mensen die eigenlijk meer kwaad wensen dan goed? Ja. En hoe doe je dat? Je moet uiteraard jezelf blijven, maar je moet afstand houden. Ik denk als je... Ik heb altijd veel afstand genomen van die soort mensen, maar uiteraard niet altijd evident. Het gaan opboksen tegen, dat was ook niet mijn stijl. Dus die tegenagressiviteit was zeker niet mijn stijl. Dus het is meer opzij liggen, afstand nemen en omdraaien. Maar natuurlijk, ja, dat is niet evident, zelfs in grote bedrijven. Je hebt mensen die het echt anders zien. Ja. En dat mag waarschijnlijk ook natuurlijk. Ja, dat mag. Ik zeg niet dat iedereen het absolute kwaad wenst, ver vandaar. Maar je hebt mensen die het soms toch slecht bedoelen. Die of die andere inzichten of andere doelstellingen hebben in hun leven. Misschien respectabel op zich. Mensen die meer geld wensen of meer ego's of meer dit of meer dat. Ja, dat is respectabel, maar dat is natuurlijk minder mijn zienswijze. Komt het dan op aan om echt dicht bij jezelf te blijven om, en echt te gaan staan voor jouw waarden, jouw normen en jouw principes? Ja, ik denk dat waarden, principes sowieso in een bedrijf zijn belangrijk, maar vooral voor jezelf is heel belangrijk. Blijf jezelf. Je moet natuurlijk openstaan voor de omgeving. Hè. Je moet ook niet rechtuit in de muur gaan. Dat mag je ook niet. Maar je moet een zekere flexibiliteit tonen, maar toch de grenzen zien van je eigen persoon, van je eigen karakter. Je kunt niet het omgekeerde doen van wie je uiteindelijk bent. En wie is Roland? Wel, ik ben... Ik hou van evolutie, verandering. Ik respecteer mijn medemens, ik respecteer andere zienswijzen. Maar ik probeer toch te delen in de kansen die ik gekregen heb, het positieve en het goede in mijn omgeving brengen. Trouwens, concreet ben ik ook naast mijn traditionele professionele carrière, ben ik ook eigenlijk lid geweest van raden van bestuur van VZW's, grote VZW's zelfs, hè. Van beschutte werkplaatsen bijvoorbeeld, een grote werkplaats in Brussel, van 300 mensen, dat is niet niks, ik ben er 20 jaar gebleven. Ik ben nu eigenlijk lid van de raad van bestuur van Armentekort in Antwerpen, misschien gekend, het principe van buddies tegen armoede. Dus ik bedoel, ik probeer toch iets te doen naast mijn traditionele, professionele carrière. Is dat belangrijk voor jou om op die manier ook de minder begoede of de minder bedeelden of de kansarm, als ik het dan zo mag zeggen, om daar ook echt ook iets terug te kunnen geven aan mensen? Ja, ik denk inderdaad dat in mij zit, door mijn omgeving ook misschien gedragen, dat ik toch iets wens te geven of terug te geven aan de maatschappij. Ik heb zelf veel kansen gehad, kansen gekregen, kansen genomen.
Maar de wereld zit complex in elkaar en veel mensen hebben niet altijd die kansen. Dus het principe van armen tekort, kansgevende en kanszoekende bij elkaar brengen, is een geweldige motor om toch in het Antwerpse iets te doen evolueren. Mooi. Ik vind het altijd bewonderingswaardig hoe mensen op hun talenten en wat ze ooit gekregen hebben, een manier zoeken om dat te mogen teruggeven aan anderen. Hoe kijk jij naar de toekomst? Waar liggen voor jou de grootste uitdagingen op dit moment, in deze echt wel boeiende en uitdagende tijden? Wel, het zijn tijden die geweldig evolueren. Dat is altijd geweest, hè? Al meerdere duizenden jaren zou ik zeggen. Maar de verandering zit hem in de snelheid. De zaken evolueren zeer snel en dat is een grote verandering. Tweede grote verandering is het feit dat de wereldproblemen die er zijn, die kunnen we maar gezamenlijk oplossen. Zoals ik daarnet noemde, de energieproblematiek, de milieuproblematiek, klimaatproblematiek, dat zijn allemaal zaken die we als land, als continent zelfs, niet aankunnen. Dus je kunt uiteraard, moet je als mens in je onmiddellijke omgeving toch je bezinnen over wat dat je kunt doen, maar dat zal niet genoeg zijn. Dus de evolutie zit hem in hoe pakken we dat gezamenlijk aan, dat is punt 1. Punt 2, ik denk dat de grote challenge blijft erin dat wij mens moeten blijven. De technologie overrompelt natuurlijk zeer snel alles. Bijvoorbeeld het grote thema van artificiële intelligentie. Ik stel mij de vraag als bedrijfsleider, wat doe je daarmee? Hoe ga je dat omzetten in uw omgeving, in industriële omgeving of wel uw softwareomgeving? Hoe ga je daarmee om? Je mag dat niet afstoten, want dat is waarschijnlijk een toegevoegde waarde. Dat is een bijdrage tot, maar toch zijn er limieten. Want de mens mag niet overrompeld worden. Je moet nog verstaan, waar gaat die mens naartoe? Dus dat zijn nieuwe ethische vragen die er vroeger niet waren. En hoe kijk jij daarnaar? Waar gaat volgens jou, of waar zou volgens jou de mens naartoe moeten gaan? Ik denk dat er een evenwicht moet bestaan tussen die versnelling in die technologie en wat wij als mens nog altijd willen. Kunnen profiteren van de natuur, wandelen, gewoonweg mens zijn blijft belangrijk. Anders wat worden wij? Robotten, geassisteerde robotten, waar onze hersenen gekoppeld worden aan een externe computer. Wij moeten toch weten waar wij naartoe willen, want uiteindelijk, we zijn hier 7 miljard op de planeet, weldra 9. Dat betekent dat we toch gaan we allemaal achter ons scherm gaan zitten en in die virtuele wereld gaan omgaan. Wij weten allemaal over wat het gaat, die fameuze metaverse. Ik heb daar mijn twijfels over, die metaverse, wat dat brengt in die virtuele wereld. Dat doet mij vragen, reizen. Waarom? Omdat we al het leed en de nood van de medemens zien. Gaat dat allemaal weg met een metaverse wereld? Ik stel mij daar vragen over. Ja, ik laat even de ruimte. Omdat ik vraag het mij ook af. Het is een zeer pertinente vraag, hè. Het brengt ook veel goeds natuurlijk. We zien en we horen de problemen over van de rest van de wereld. Maar ja. Ik stel mij de vraag of je... uiteindelijk moeten we gelukkig blijven. En ben ik als mens gelukkig omdat ik mijn boodschappen doe of in dialoog ga met virtuele mensen in een virtuele wereld waar ik een virtuele omgeving heb en waar ik zaken verkoop, koop en in dialoog ga met avatars, hè, zoals men dat noemt.
Ik kan me niet inbeelden dat mij dat gelukkig maakt. Wat is jouw definitie of wat brengt er jouw geluk? Wel, ik denk ten eerste die momenten die je moeten kunnen plukken van het dagelijks leven. Voilà, dit is hier een mooi moment met een mooi zicht, met vogels, met natuur. Maar er zijn ook vele andere soorten momenten van die aard. Met omgaan in je familie, delen met je familie, delen met vrienden, dialoog gaan met vrienden. Dat zijn mooie menselijke momenten, niks nieuws, niets denderends. Een wandeling, een fietsenwandeling, een bergtocht. Persoonlijk ga ik dikwijls in de bergen wandelen. Dat is voor mij geluk. Is het een soort van oproep naar terug naar de eenvoud, de simpliciteit van het leven? Ik denk natuurlijk, we moeten die balans vinden. Nogmaals, ik zeg niet dat ik elke dag 100 kilometer met de fiets moet, omdat ik mijn wagen in de garage wil laten. Ik wil ook niet overdrijven. Ik heb die wagen nodig op bepaalde momenten. Ik heb die pc ook nodig. Ik gebruik internet zoals iedereen al 20 jaar, dus dat is positief. Maar we moeten meer nadenken over hoe gaan we dat... hoe gaan we dat begeleiden naar toch mens blijven met die technologie. Dus ik ben ook niet... ik ga ook om met de omgeving en de technologie. De smartphone, ik gebruik die zoals iedereen. En ik zou mijn leven niet meer kunnen voorstellen zonder smartphone. En het is een instrument voor het dagelijks leven en ook professioneel. Ik wil nog eventjes teruggaan naar jouw functie als, of jouw rol, hoe dat je dan ook mag zeggen, als bemiddelaar. Waar zitten voor jou op dit moment, want je bemiddelt tussen twee partijen in een bepaald conflict. Wat zie jij het meest in de praktijk, waar dat de oorzaken zijn van conflicten huiden ten dagen? Ja, ik neem de laatste voorbeelden van dit jaar waar ik eigenlijk de kans heb gehad om te kunnen bemiddelen tussen ouders en kinderen naar de overdracht van bedrijven. Overdracht van bedrijven, dat is geen evidentie op zich. Het is zelfs niet minder evident in familiale omgeving. Het is moeilijk vandaag. Veel bedrijven staan te wachten voor een correcte overdracht. Dat is ook een bijdrage die ik lever, maar ook als er conflicten zijn. Het kernaspect, als ik dat bekijk in de laatste gevallen die je hebt kunnen bemiddelen, dat is altijd het ontbreken van een dialoog. Het ontbreken van het spreken met zich zaken gaan inbeelden die niet gezegd geweest zijn, maar toch blijven in uw muren langs de twee kanten. Dus die dialoog terug gaan opzetten tussen vader-zoon of vader-dochter of moeder-dochter, allerlei mogelijkheden, van zeg eens, wat wil je in het leven? Waarom is dat belangrijk? Wat wens ik? Wat wens jij? Dus die dialoog van, wat is hier eigenlijk belangrijk? Dikwijls ontbreekt dat gewoon weg. Of dat verziekt en dat verzeilt in het niet spreken. Iedereen dan met mails, hè? Dialoog met mails. Dat is eigenlijk het begin. En dan moet je dat terug gaan opzetten. Dat is het begin natuurlijk van... Oké, laten we eens de belangrijke vragen op tafel leggen. Wat is hier eigenlijk belangrijk? Terug die dialoog waar dat je eigenlijk de kans laat aan elke partij om de belangen van elke partij op tafel te brengen. Wat is hier belangrijk voor mij als zoon, dochter die mijn vader of moeder wil opvolgen? Wat is belangrijk voor mij? Ah, ik zie het anders. Ik zie om die en die reden. Is het zo? Dat wist ik niet. Had ik nooit verstaan. Want ja, uiteraard heb je dan ook een generatiewissel. Dus generatievisies die anders zijn. En dan begin je te begrijpen wat zijn die belangen van de andere partij?
En hoe gaan ze daarmee om? Wat zijn hun inzichten? Dat is eigenlijk de essentie. En dan begin je oplossingen te zoeken om die belangen te vrijwaren. En dat is bemiddeling. Maar als bemiddelaar ga je zelf nooit zelf de oplossingen aanreiken. Nooit. Je gaat dat toen opborrelen door de partijen zelf. Maar je moet die dialoog aan de gang houden. Dat is belangrijk. En respect voor elkaar, hè? Want je hebt dialoog soms die uiteraard uitdraaien in agressie. Dus ik laat altijd een protocol tekenen waar de manier van bemiddelen belangrijk is. Respect rond de tafel, luisteren, leren luisteren, is heel belangrijk. Is dat eerst terug naar het mens zijn komen om van daaruit technische oplossingen te vinden? Ja, ik denk inderdaad, hè, terug. Mails zijn belangrijk voor ons allemaal, maar je ziet dan dat mails niks oplossen. En dus moet je terug naar die in de ogen gaan kijken van de anderen. Is heel belangrijk en daar begint het terug. We zijn mensen, gelukkig kunnen wij dialogeren en in mekaars ogen kijken. En dat is het begin van alles. Nadien komen wel de oplossingen. Zijn we dat ook een beetje verleerd door het vele thuiswerken of het computerwerken om elkaar werkelijk opnieuw in de ogen te kijken? Wel, daar ook. Hè. Er is een balans nodig. Ver van mij het idee om te zeggen dat telewerk slecht is. Dat is het dan ook niet. Ik denk dat het een kwestie van balans is. Ik denk dat nu de bedrijven toch de middenmoot aan het zoeken zijn tussen x dagen afwezig, x dagen aanwezig op het bedrijf. Wij hebben allemaal het bedrijf en de omgeving, de fysische omgeving hebben wij nodig. Thuiswerk wel, dat kan handig zijn. Het hangt af van het type werk. Het is niet allemaal zo zwart-wit. Ja. Dus we zullen daar als mens moeten mee omgaan. Zoals wij 20 jaar geleden moeten omgaan zijn met de smartphone. Wel, nu gaan we met telewerk moeten omgaan. En straks omgaan met de elektrische wagen. En met de technologie moeten omgaan. Wat was voor jou in jouw levensloop tot nu toe de grootste verandering waar dat je die voor jou toch het meest uitdagende of het moeilijkste was om je eraan aan te passen? Ik denk, vooral in mijn jongere jaren, en nadien is dat natuurlijk allemaal anders geweest, maar in mijn jongere jaren, dat is omgaan met de irrationele mens. Ik denk dat je komt uit zoveel jaren studies. Je leert het allemaal in boeken. En plotseling sta je daar met mensen die anders reageren dan in wat in het boekje staat. Ja. En dat duurt wel een tiental jaar dat je erdoor gaat en dat je zegt, ja, ik moet dat iets anders aanpakken. Natuurlijk, je bent in volle energie van je jonge jaren, dus je gaat er wel over. Maar met de tijd leer je met wijsheid, als men dat dan zo mooi noemt, leer je daarmee omgaan. En je leert dat, hoe zou ik zeggen, je leert dat eigenlijk het belangrijkste is. En niet wat in het boekje staat en wat dat je ooit geleerd hebt. Dat vergeet je allemaal. We spreken dan waarschijnlijk over een ander soort wijsheid. Of je hebt de boekenwijsheid en dan de levenswijsheid. Wie of wat inspireert jou, heeft jou het meest geïnspireerd in het leven? Wel, ik ben niet de man van de fetition waar ik zeg dat die en die naam hebben mij geïnspireerd. Maar ik zou zeggen, drie groepen van mensen. Mensen die mij gerespecteerd hebben, die mij kansen gegeven hebben, die open en transparant waren. Ten eerste, mijn vader zelf als ondernemer. Ik heb veel kunnen beleven en meegekregen. Dat is het eerste punt. Tweede punt, dat is ook van bedrijven waar ik gewerkt heb, heb ik het geluk gehad van toch een paar managers, directieleden gehad, die echt fijne mensen waren. Dus echt mensen die mij iets geleerd hebben, die gedeeld hebben, die mij gesteund hebben. Dat ook, hè, is belangrijk. En het derde deel,
Dat is de typische KMO-leider, zou ik zeggen. Die KMO-leider, dat is geen evidentie vandaag. Het gaat allemaal snel, zoals gezegd. Er zijn revoluties aan de gang. Je moet omgaan met mensen. Het human resource beleid is compleet aan het veranderen. Omwille van die technologie, omwille van de maatschappij. De business moet vooruit. De business wordt harder. Internationale concurrentie, noem maar op. Enfin, je hebt de lijst van alle complexiteit. En je moet dan als leider van een KMO nog uw vermogen gaan beschermen. Want je doet het toch allemaal ook niet voor niks. En je moet het dan nog overdragen met succes. Dat is toch heel wat, hè? Dus chapeau voor die KMO-ondernemer. En er zijn er zoveel in Vlaanderen en België, gelukkig zou ik zeggen. Dat is eigenlijk een belangrijke motor. En dan ben ik een vierde categorie vergeten. En ik heb het geluk gehad om coach te zijn van investeerders in start-ups en scale-ups. En ik heb daar toch veel goede zaken gezien als bij de start-ups van die jonge ondernemers die hun businessmodellen veranderen, die ook veel meer bezig zijn met planet, people, purpose en al die P's. Ik vind dat fijn, want dat is de nieuwe generatie die eraan komt, die toch ethisch ook verantwoord onderneemt. Dat is mooi te zien, dus alles lukt niet. Hè. Er zijn veel falingen, maar dat is een nieuwe generatie, dus chapeau ook voor die mensen die iets nieuws uitvinden in een complexe wereld. Wat zou jij als ervaren rot in het vak aan die jonge mensen nog willen meegeven? Wel, dat ze de energie vinden om door te zetten, hè, want doorzettingsvermogen is ook een belangrijke troef, denk ik. Niet alleen als leider, maar ook als werknemer, als manager. Blijf jezelf onderneem. Doorzettingsvermogen. En er zijn altijd een leger van mensen die je gaan vertellen dat het niet gaat. Maar als je stem zegt dat het dan wel gaat, doe voort. Of als je steun krijgt hier en daar, doe voort. Als het maar een bijdrage levert, niet alleen aan jezelf, dat is ook belangrijk, maar ook aan je medemens en aan de maatschappij. Nee, want je kan het alleen maar niet. Het is niet genoeg van te zeggen, ik doe het alleen maar voor mezelf, om dan op je 50 op pensioen te gaan, op ik weet niet welk eiland. Dat is dan ook niet de manier van hoe dat je de maatschappij moet bekijken. Je zei ja, de energie en de doorzetting dat je de mensen toewenst. Waar haalde jij jouw energie? En nu nog, hè, wat brengt jou tot rust of tot terug eventjes tot jezelf? Hè? Ten eerste, ik ben geweldig leergierig. Ik lees van alles, ik luister naar van alles. Ik sta ook niet stil, dus dat is ja. Maar ik weet niet goed van waar het komt, maar ik heb dat altijd gehad. Dus leren, evolueren, blijven evolueren. Ook de drang om in die maatschappij te blijven. Dus ik zou mij niet zien alleen op een eiland waar het mooi weer is en blauwe hemel elke dag. Dat is fijn voor een paar weken. Maar ik zou het dan toch wel niet interessant genoeg vinden. Dus interesse in mijn omgeving, dat geeft mij die energie. Uiteraard een paar mensen rondom mij, of het nu de familie is, de vrienden, de mensen die mij ook gesteund hebben in mijn professionele carrière. Dat zijn allemaal energieverwekkende omstandigheden. Mooi. Wat mogen we jou nog toewensen? Wel, ik heb de grote kans genomen om afstand te nemen van mijn laatste professionele job als directeur en in een groot bedrijf. En ik heb mij in 2018, net voor de COVID, totaal omgeschakeld naar iets nieuws.
namelijk het begeleiden van dat familiaal bedrijf naar een goede, succesvolle overdracht. En dan heb ik ook, ik heb mij ingeleerd in die erkende bemiddeling. Dat heeft mij ook kracht en inzichten gegeven. En dus ik wens gewoonweg daar wat succes te kunnen boeken en families te kunnen begeleiden, ook in bestuur. Hè. Wat is goed bestuur in een familiale omgeving? Heel, heel belangrijk, want dat geeft en brengt het succes. Ook in die raden van bestuur waar ik nu aanwezig ben, dat is goed bestuur. Wat is dat? Dat probeer ik bij te brengen in die familiale kringen. Wat wens je de mensheid nog toe? Wel, onze planeet beschermen. Ik denk dat ten eerste de energierevolutie succesvol maken, want dat gaat hier nog 20, 30 jaar duren. Dat is iets van lange termijn. Dat is punt 1. Twee, die planeet beschermen. En ten derde, geen oorlogen, geen... toch in vrede blijven. Niet overal, want dat kan niet. We moeten ook realistisch blijven. Maar toch geen wereldoorlogen. Dat is toch al het een en het ander. Het doet mij een beetje denken aan zo een The World misverkiezing. Wat is jouw doel voor de wereld? Wereldvrede? Ik bedoel, ik moet ook realistisch blijven. Ik ben geen politici, dus ik ga het al proberen rondom mijn eigen omgeving. Met mijn eigen, enfin, rondom mijn eigen vrienden, mensen die ik ken, collega's. Ik ga gewoonweg ook met die revolutie, bijvoorbeeld de energierevolutie. Ik heb nu, mijn vrouw en ik, we hebben beslist dat wij... Dus wij hebben een elektrische wagen gekocht, ja. Bijvoorbeeld. Wij hebben die stap gezet, dat is een psychologische stap. Wel, voilà, dat zijn concrete kleine stappen in je onmiddellijke omgeving. Wie ben ik om te gaan inbeelden dat ik een impact kan zijn voor de politici? Ik ga wel stemmen. En ik hou eraan om te gaan stemmen, dat wel. Laten we beginnen bij onszelf. Inderdaad, probeer zaken te bewegen rondom jezelf met positieve, goed bedoelde inzichten. Deel die en help de mensen rondom jezelf vooruit. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik samen met jou hier jouw inzichten mocht delen, Rollo. Ja, en dank u wel, Stijn, om dat eigenlijk mogelijk te maken op deze rustige bank in de volle natuur. Dank u wel daarvoor. Alsjeblieft, heel graag gedaan. En ook aan de luisteraar, dank je wel voor het opnieuw afstemmen op Studio Stijn. Mocht je nog meer inspiratie willen, abonneer je dan op Spotify, iTunes of andere podcastkanalen en je krijgt zeker nog nieuwe en inspirerende verhalen te horen. Dank je wel, Rollo. Dank u wel, Stijn. Dank je wel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn@stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be. Of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.